Okay. Ja. De naam die we verzonnen toen we op een ochtend zaten bij Tamara in de keuken, zaten we een eitje te eten. En toen, ik had heel erg koude tenen. En toen dacht ik van, we gaan aan school meedoen met iets, met muziek. Dus dan moeten we eigenlijk wel samen een naam hebben. En toen hadden we het bij elkaar gestopt. En toen werden tenen en billen en dan was zij tenen en ik billen. Ja. Eerst zaten we bij elkaar samen in de eerste. En toen kenden we elkaar nog niet zo goed. Maar toen het jaar daarna, toen leerden we elkaar steeds beter kennen. En gingen we ook af en toe zagen we elkaar, bijvoorbeeld op school of bij een feestje. Telkens kwamen we elkaar weer ergens tegen en dan praatten we een beetje over muziek. En dat allebei eigenlijk wel een beetje erin geïnteresseerd waren. En toen werden we zeg maar eigenlijk een soort van bandje met z'n tweeën. De muziek die wij maken is een beetje... rustig en dromerig en het is een beetje de bedoeling om de aandacht zeg maar op de tekst te richten, want we vinden dat wel belangrijk, want eigenlijk gebeurt dat bijna niet meer in liedjes dat ze daar heel veel aandacht aan besteden, dus dat hebben wij wel gedaan. We zijn zelf ook wel redelijk rustig en we houden ook wel een beetje van rustige muziek, dus dan is het ook, ja, dat past dan ook wel gewoon bij ons. En wij vinden het ook heel leuk om hele diepgaande gesprekken te voeren. Dus dat laat ook daarom heel erg terugkomen in onze teksten. Ik heb een geheim. Een heel, 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 heel groot geheim. Je lachte, je hoestte, je viel van de trap. Nou, ik denk dat vriendschap wel belangrijk is als je samen in een bandje zit. Want om een liedje te maken moet je wel goed met elkaar overweg kunnen. Want dan moet je elkaar tips kunnen geven, kritiek. En dat moet je dan wel kunnen accepteren. Het gaat toch altijd beter als je iemand aardig vindt. Want anders zit je de hele tijd met iemand die je eigenlijk ontzettend vervelend vindt. Nou, het is meestal niet van tevoren gepland dat we een nummer gaan maken, maar het is meer... Impulsief een beetje. Soms dan bedenk ik iets of dan denkt Mare iets en dat voegen we een beetje samen. Als we een tekst verzinnen, ja, dat ontstaat eigenlijk meestal uit iets wat we hebben meegemaakt. En of er is iets grappigs wat een van ons heeft gezegd en dan denken we van, hé, dat is wel leuk voor een liedje. Ja, we hebben wel best wat bands die we allebei leuk vinden. Bijvoorbeeld Spinvis en Radiohead. En Defender Bernhard luistert er ook al naar. En ook wel een beetje dezelfde muzieksmaak. Vaak rustig en een beetje oude muziek van de jaren 60 en 70. Omdat het zo'n leuke sfeer geeft, zeg maar. Oké, zit je? Ja. Oké. Okay. Hij is heel droog. We zitten allebei op pianoles. En Tamara zit ook op gitaarles. En we krijgen eens in zoveel tijd krijgen we zeg maar samen les. En dan mogen we ook een soort van bandjesles is dat. En dan mag je ook, mogen we ook opnemen, daar liedjes opnemen. You gotta pay back every penny that you owe. De eerste keer dat we optraden was op school. En daarna hebben we met de kunstbanden meegedaan. En we hebben met de kleine prijs van Baren. Yeah. Dat is als je daarbij wint, dan kan je doorstromen naar de grote Utrechtse liveprijs. Maar we hebben niet gewonnen, dus dat gebeurt niet. Nee, dat was ook niet. Maar dat was het eerste optreden dat wij heel veel liedjes deden. En het was een beetje een grote zaal en dat past slechte niet echt kwaliteit. Wel. Ja, dat doet die zeker. De kapper knipt mijn haar. Nou, we hebben een keer samen daarover gehad wat we nou eigenlijk ermee willen bereiken. En wat we eigenlijk heel leuk vinden is als mensen die het nog niet kennen, als die het horen, dat die dan denken van, oh, dit is een muziek die ik nog nooit heb gehoord. Het hoeft helemaal niet per se dat we wereldberoemd worden of zo, dat iedereen al zijn naam kent en dat hij op de straat. En gewoon dat soort dingen hoeft kan helemaal niet. Ja, gewoon leuk als mensen het waarderen, want dan heb je zeg maar echt iets ermee bereikt, dat het mensen raakt.